mensen zijn heel verwend qua feesten en festivals. Er is elk weekend, elke week wel een fantastisch leuk feest te doen. Dus je moet als organisatie ook wel altijd iets hebben dat de mensen verbaast, dat de mensen nog niet hebben gezien op andere feesten. En dat blijft toch altijd wel een moeilijk iets om interessante content te gaan creëren, te vinden, om de mensen telkens opnieuw warm te maken om naar uw festival of feest te komen. Ik probeer mijn kosten te verdienen in de evenementensector. De evenementensector heeft mij altijd geboeid. Vroeger als jonge kerel graag ook zelf gaan feesten. De eerste feesten waren een gigantische ramp. Er stonden 20 mensen op een dansvloer. Was nadien niet zo prettig, financieel gezien ook niet. Maar blijven we werken, blijven evenementen organiseren tot het punt waar ik nu sta. De voldoening haal ik eigenlijk uit de maanden voorbereiding, het hard werken, de energie die je erin steekt. En dan eigenlijk naar het momentum opbouwen. En dan de laatste 5 minuten dat je even tijd hebt en op het podium kan gaan staan en gewoon die grote massa kunt zien. En dan gaan je gewoon je haren op je armen recht staan. De succesfactor van een festival blijft het conceptuele en het productionele. Dus hoe is je festival georganiseerd? Hoe strak zit de organisatie? Hoe is alles geregeld? Ik denk dat bij de mensen nog altijd het allerbelangrijkste is. Je moet niet op een festival aankomen waar je een uur moet staan voor naar het toilet te kunnen. Ik denk dat het zo de kleine dingen zijn waar de mensen ook het snelste over zagen, maar ook wel het belangrijkste vinden als ze gaan feesten. We proberen de keuken die we aanbieden, het eten, is zeer ecologisch. Ook een vegetarisch alternatief voor de mensen, waar ook niet altijd evident is op een festival. Ook de toiletten zijn allemaal ecologisch voorzien. Het zijn eigenlijk van die grote stroopotten waar mensen eigenlijk gewoon nadien, in plaats van door te strekken, gewoon wat stro moeten overkappen. Dat resulteert in groene stroom die we proberen op te wekken door herbruikbare bekers. Dus we proberen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Nu is er een trend van grote massa-evenementen, maar ik denk dat we terug naar de basis gaan van feesten in intieme kringen waar één muziekgenre wordt aangeboden, waar dat mensen samenkomen die van dezelfde muziek houden. Dus ja, terug kleinschaliger, denk ik wel dat iets is dat de komende jaren terug naar voren gaat komen eigenlijk. Ja, kleinschalige evenementen. Dan heb ik het over een paar duizend mensen, 5000 max. Dat je daar ja, de leukste community kunt rondbouwen. Mensen die daar één op één mee bezig zijn, dezelfde passie voor muziek, zelfde levensstijl. Die mensen samenbrengen, terug naar de essentie, terug naar de basis gaan van ja, het feest, het samenbrengen van mensen eigenlijk. Ja.